Hallo YouTubers, vandaag spelen we de zesde aflevering van Layers of Fear. Ik zie het niet meer zitten, want de game is een beetje scary. Ik vind het een beetje te scary gaan worden nu. Waarom gaat die deur niet helemaal open? Deur open. Door. Open. Plots staan die hier, hè? Plots ligt er daar een tafel. Dan staat er daar een tafel. Ligt kan niet. Wow, 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 wow. Plots sta jij hier ook met je stokkie. Plots staat die tafel hier, wat? Wat moet ik doen, jongens? Wat moet ik doen? Een deur. What the fuck? Wat? Niks in de schuifjes. Come on. Schuif gaat niet open. Uit het water vissen. Save the date, dat hebben we nou gevonden. Dat hadden we nou gevonden. Dus op slot. Oké, dankjewel voor de deur op te maken. Delus. Delirious, easy to forget, drunk. Jongens. Going in circles. Not yet time. Remember each mistake. Een leeg schilderij. Die vrouw moet echt pist geweest zijn op die vader. Restless memories. Ik hou er niet van dit. Moeten wel, hè? Moeten wel naar daar. Moeten wel. What the fuck? What the actual fuck, jongen? Stomme rat. Oh, dankjewel voor de sleutelratje. Nee, nee, nee. Dat moet je niet te pakken hebben nu. Nog een ratje. Volg de rat. The fuck. Hup, paardje. Rat die gaat. Volgens mij zit de geest in die rat of zo.
Okay. Ja, volg het ratje. Meen je dat nou? De deur op slot is. Moeten we weer terugstappen of wat? Kan hij niet meer terug door? Oh, ja. Niks. Ah, oké. Zo werkt het deurtje. Dunne gangetjes. Nou, die balk gaat iets doen, hè. Ik denk dat hij kan vliegen. Is er een muisval of zo? Een rattenval? Nog verfspullen. Shit, oh fucking rat. Oké. Ah ja, zo zit het. Nu moet ik me omdraaien en terugkeren. Oh. Dog, cat, rat. Oké. Snappen we niet deze. Zo, dat is dog. Nee, maar die deur was hier niet. Oh ja, nu snap ik hem. Nu snap ik hem. Dit is cat, dog en rat. 9 29 29 259. Volgens mij is het 259. Nee, dat is de verkeerde code. Holy shit. Het licht is aan het einde van de tunnel, jongens. Is dit het einde? Oh, ik dacht het niet. Blijkbaar. Tekst geschreven. Wil ik die teddybeer pakken? Nee. Dank je voor alle deuren open te maken. Enkel deze deur doet hij niet. Wow, zekerst. No way. Een wereldbol, jij doet niemand kwaad, hè? Lieve wereldbol. Dat is de enige die ons nog niet laten schrikken heeft, dat is die wereldbol. Nu binnen.
Okay. Nou, dan moet je zo gaan kijken, hè, jongen. Ja, omdat het heel ver is door deze brut. Staat hier ook weer. Oh, oké. Seems legit. Seems legit. Hier zit iets in nu, wat moeten we nu weer hebben? Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's alright. Neither can I, apparently. Dat is wel een goeie. Zegt hij toch iets zelf dat hij niet kan over zichzelf? Dan zeg ik volg de ratjes. Oh, dat is die opgesloten deur. Hierdoor? Ja, hierdoor. Ja. Rot. Herinner me ratten. What the fuck? Is it all worth it? Nee. Okay. Mr. Rolstoel. Seems legit here. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. Mm. No, don't touch that! Oh, God. I'm so... Wait. I'm sorry. I'm sorry. Ja, zeg maar sorry tegen je kind. Dat doe je niet. Zeker als je kinderen hebt, dan ga je zo niet praten tegen je kinderen. Dus jongens, opletten als jullie iets te veel drinken. Niet opletten wat je drinkt. Wow! Precies dat kind dat aan het wenen is met een... Oké, ketting. A little pain doesn't go a long way. Dat klopt. Maar wat moet ik met de ketting doen? Oké, ik kan dus vast naar beneden trekken dan hoor. Oké. Je stopt het. Wat pijn gedaan hebben dat. Kan je weer al lopen? Nog niet. Nog één strekken. Nou, dat zal wel pijn doen, ja. Blijkt. Oh, het is toch een deur.
Okay. Een lichtje aan het einde van de gang. Oh. Right, honey, I promise I will make you right. Nou, van het schilderij. Oké. Okay. Doen. Oh. Wat zie je dan nog? Hey, Abbas. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Oké, okay. Zijn twee gebroken armen, gaat hij gaan verven. Gaat wel lukken, jongen. Gaat heel goed lukken. Makkelijk. Wat nu? Hoe is het dan? Er komt nog iets op mijn scherm. En dat is dit. Hier langs. Kan ik de licht weer aandoen? Denk je? Nee. Wat moet ik dan nu doen? Wat moet ik doen? Kan ik nu er? Te staren. Weer die plaats. Oh, wauw. Kan ik het licht aan doen? Nu heeft het iets te maken. Oh, hier is een deur. Wow! Laat die deur open gaan, jongens. Oké. Okay. Er gaat iets gebeuren. Kijk, hier is al opgeverfd, jongens. Hier is al opgeverfd. Vast. Nee, ga weg. Ga weg. Ga weg. Laat me gerust. Ga weg. Jongens, ik ga boven me zitten. Ga ik kijken. Dan heb je me weer curieus gemaakt met het bewegen van dat ding, hè? Oh,
fucking hell. Oh, het licht valt helemaal naar beneden. Fuck. Komt er eigenlijk een einde aan zo'n deur? Wow! Zitten we in de liftschacht eigenlijk, nee? Nee, dat kan niet. Wat nu? Er beweegt wel iets boven. Valt allemaal hout naar beneden. Nu brandt er nergens nog een lichtje. Wow! What the fuck? Dus we nog eens kijken naar boven. Wat is hier allemaal gebeurd, joh? Dat is zo genoeg, volgens mij. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Dat is helemaal gek geworden, jongens. Onze tekenaar is, onze schilder is helemaal gek geworden. Gekke handeloos. Iemand die hem wil verzorgen? Ik niet. Wat is dit? You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows. You're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Okay. Dus je gaat hier al open voor ons, man. Okay. En die wil niet gestoord worden, maar ik ga wel storen. Ik wil jou storen. Ik wil zeggen dat je mag stoppen. Het is genoeg geweest. Oké? Okay? Het is genoeg geweest. Je hebt me genoeg bang gemaakt. Je zegt dus een nee. Dus het is een nee, jongens. We krijgen een nee, dus het gaat nog verder. Oh, het kleurt weer op. Meestal een goed deel als het opklaart. Het is dus nog niet gedaan. Ik dacht dat na die deur terug aan het schilderij was. Weer dat schilderij. Telefoon. Ah, oh, hier is een ding. Oké. Okay. Telefoon. Talk to me. Why won't you talk to me? Omdat je me bang maakt, daarom praat ik niet met je. Je doet me alleen maar schrik krijgen, jee. Dit spook. Je bent. Wat? Ja. Jongens, zien jullie dat ook? Ik keek net achter me naar het schilderij en die ogen stonden naar beneden te kijken, naar de blaadjes zo. En hier kijkt hij recht. Oh, dan drie nummers. Wat moet ik daarmee doen met die drie nummers? Terug naar die telefoon ofzo. Moet wel, hè? Zou wel moeten. 3, 6, 3 dan maar.
Okay. Links van hierachter. Er zit nergens een boekje. Nee, schuift dicht. Misschien zit hier ergens een schuif. Oh, een ratje. Holy shit. Holy shit. Okay, ja. Yeah. Is dat hier wel een deur? Niks op het einde van de gang. Oh, precies. Ja, het is een deur. What the fuck? Oh my god, nu zitten we hierboven, wat? Oké. Je hebt het beloofd. Maar wat? Oh. Oké. Hallo. Hallo. Oh, zeker. Oh, er staan nummers op. 8, 5 en 3. Dan had ik dat hier weer moeten ingeven dan waarschijnlijk. 853? 853, ja. 8. 5. 3. Ja, wat nou? Wat nu? Wat? Oh my god, nee, zie ik, kijk dan. Dat is wat ik daarnet zag gebeuren. Nu hangt er geen nummer op. Oké, dat is een deur. Zweef de telefoon. Dat is die alcohol waarschijnlijk. Dat lost nooit iets op, alcohol. Wat? Geen telefoon, maar... Ben ik nou weer beland? Oh! Kijk. Oké. Okay. Dan gaan we maar terugkeren zeker van waar we vandaan komen. Holy shit. Nu hang ik hier, hè? Telefoon. Als ik beeld krijg, kan ik weer... opnemen. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Okay. I needed something to add the, how should I put it, final touches. Finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it.
Wat een gek. Will I manage to pull this off? Wat stomme idioot. Je kan toch ook gewoon je vinger in de verf stoppen en zo met verven? Nee, gaat hij zijn vinger afsnijden, gaat hij met die vinger gaan verven als een penseel. We hebben het gehaald! We hebben het gehaald! Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doe een duimpje naar beneden als je het niet leuk vond. Ik wil jullie vragen. Welke horror game of welk ding moet ik doen na deze series? Moest deze eindigen? Want ik weet niet hoe lang dat het nog gaat duren voordat deze helemaal gaat gedaan zijn. Deze reeks nu. Want ik denk dat we ver op het laatste zitten. Want dit schilderij ziet er al best mooi uit. Ik zie jullie dan in de volgende video. Bye bye!